Juweliersvrouw Marina Sanders uit Deurne wordt definitief niet vervolgd door justitie. Afgelopen maart schoot ze twee overvallers dood. Haar man Willy hoorde eerder al dat hij vrijuit gaat. Het is 28 maart. Juwelier Goldies wordt overvallen. Het is de zaak van Willy en Marina Sanders. De juweliersvrouw schiet en de overvallers komen om het leven. Een dag later zegt justitie al dat haar handeling lijkt op noodweer. En nu heeft de top van het Openbaar Ministerie het besluit genomen om Marina niet te vervolgen. Komende dinsdag wordt het besluit pas toegelicht, want dan is er een persconferentie. We gaan naar Deurne, naar verslaggever Theo Verbrugge. Ja, Theo, hoe is dat nieuws daar aangekomen in Deurne? Ja, goed zou je kunnen zeggen. In die zin dat de meeste mensen het een goede zaak vinden dat Marina Sanders dus uiteindelijk niet vervolgd gaat worden voor die fatale schietpartij op 28 maart. Ze had de sympathie direct na de overval en die sympathie heeft ze nog steeds. Ik sprak net een familielid van haar en die zei, ja, die omschreef haar als een pittige tante die zich de kaas niet van het brood laat eten. Ze vertoont zich in ieder geval hier in het openbare leven. Na die schietpartij heeft ze zich in ieder geval niet verstopt. Nee. Hoe gaat het nu verder? Ja, alle ogen zijn eigenlijk gericht op dinsdag. Dan geeft het Openbaar Ministerie in Den Bosch een persconferentie. Daarop laten ze beelden zien van de overval en ook een gedeelte van het 112-gesprek wat Marina Sanders heeft gevoerd direct na die fatale schietpartij. Tot die tijd is gevraagd aan nabestaanden en ook de advocaten om niet te reageren, even die persconferentie af te wachten. En daar lijkt iedereen zich aan te houden. Een andere vraag die ook open blijft en hopelijk dinsdag beantwoord wordt, is wat gebeurt er met het illegale vuurwapenbezit van de juwelier zelf? Dat is nog niet helemaal duidelijk.